onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk. Voelt kennelijk niemand zich geroepen om die wedstrijdbal te pakken. We gaan zien hoe dat zo dadelijk wordt opgelost. Oh, die komt natuurlijk met zijn autootje aangereden. Ja, ja, ja. Geen uitfans, dat is jammer. Dat is heel jammer. Wel vuurwerk. En een dun doek dat naar beneden komt. Alles geven. Hij gaat voor blauw. Komt ie. Komt de bal. Draaien. Dat jullie al. Met Laurens Gerrits dus als VAR. Ja, en Prupper heeft kennelijk de TOS gewonnen. Want hij weet precies dat Heracles het liefst in de tweede helft richting de fanatieke aanhang gaat. Dat is dus nu niet het geval. Vandaar dus draaien. Vijf seizoenen hier gespeeld. En een van de topscorers dit seizoen bij FC Twente. 5 goals en 2 assists. Dat is Flap. Limios 5 goals en 1 assist. En de clubscorer is Van Wolfswinkel. Met 15 goals en 4 assists. Seruki bij die vrije trap. Naar Sadilek. Die is inmiddels vertrokken. Dan is dit Seruki helemaal achterin. Het is een eenvoudige prooi voor Koen Bukker. De bal gaat over Hansson heen. Kwaliata houdt niet binnen. Goed, Limios. Dit is inderdaad een overtreding. Een stevige overtreding. Seruki. Legt Wahim nog even uit dat dat absoluut niet kan. Bakis is er ook overal als de kippen bij. Om ze met ruzies te bemoeien. Wahim wordt toegesproken door Van der Eijk, de scheidsrechter. Ik zou als ik hem was ook dat woorden richten richting Bakis. Nu wordt Seruki aangesproken. Nou, wat gebeurt er bij de zijlijn? Ik heb toch nog even gekeken naar die overtreding. In hoeverre, ja, als je dat zo ziet. Op de kuit is dat een rode kaart. Dat vindt in ieder geval Laurens Gerrits. Of hij wil in ieder geval, het is inderdaad wel een stevig hoor. Voor Wahim. Dit is even, want dat vraagt hij dan ook, van op de reële echte snelheid. Gaat deze wedstrijd al vrij vroeg, ja, een rode kaart krijgen. Na bestudering van de beelden is het rood voor Enes Wahim. En daar valt eigenlijk niet zoveel tegen in te brengen. Bal voor en deze voor Bukker. Missie John. Fadiga. Balletje is goed op Flap. En daar de volgende overtreding. En ook dit is een redelijk harde ingreep. Deze keer van Hoogma. En weer Bakis die erbij komt zeuren. De aanname is misschien niet Juf van Het. Maar het doorgaan van Hoogma is aan de forse kant. Door die matige aanname. Maar daarna neemt Hoogma
Louter en alleen Flap mee. Dit is Missie Jan Bukker. Ja, doelpunt. Of is het het hinderen van de keeper? Van Wolfswinkel loopt weg. Ja, Bukker had hem natuurlijk niet vast. En is dit dan de voorsprong voor Twente? Is dit het hinderen van de keeper? Hij heeft hem hier los. En heeft hij hem daar vast? Heeft hij, ja, je mag er natuurlijk vol voor gaan. Ben benieuwd. Het is geen goal. Fadiga. Ja, ja. Fadiga. Goeie bal ook. Bakkies. De aanname is niet Juf van Hetten. Anders de volgende kans dan nog voor Laursen. Maar wat een pracht van een actie van Fadiga. Die ver kwam en ook nog een goede paas in huis had. Op eigen helft begint dat. Die rush van Fadiga. Goeie paas. Sadilek. Goeie bal. Dimios. Weinig problemen voor Bukker. Smal. Missie John. Goed, nu met z'n vieren eruit. Iraklis links. Heel veel ruimte hier bij Hansson. Hansson weer de bal terug. Oh, prima uitgespeeld. Mooie goal, Fadiga. En de team van Heracles komen op een 1-0 voorsprong. Tenminste, daar gaan we voorlopig nog even vanuit. En dan is het geen buitenspel. Nee hoor, het is gewoon een geldige treffer. Prachtig uitgespeeld. Schitterende aanval. Tegenaanval moet je dan zeggen. Met zijn tienen. En daar naar de bal van Hansson buitenkant rechts. Binnengelopen, binnengevallen. Door Fadiga. Brunet. Tsurugi terug, Brunet. Ruimte voor Flap. Links komt Smal. Daar binnendoor is Misijan. Komt voor Fadiga en die krijgt geel. Is de volgende die dus aan de beurt is. Hier is duidelijk opgetraind. Smal. Smal langs de keeper en dan staat het inderdaad 1-1. Is daar dusdanig opgetraind dat... er ook gevierd wordt met de bank, met Oelderink onder andere, want daar is daar... ja, Anders Oelderink krijgt daar de complimenten voor de vrije trap. Smal met deze treffer. Dat paste perfect, dat paste precies. Oh, 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 komen die capers. Ja, 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 plekken zo heel. En ja, weer gooien met bier. En Hoenestal is daar geraakt. Ja, zij moet afluiten, lijkt me. En weer dat gesmijt met bier. Jongens, zuip dat gewoon op, joh. Plekken zo heel. Ja, de keeper komt normaal gesproken, blijf je weg. Dus... de chaos, de paniek, kan me wel, daar wel iets bij voorstellen, die daar komt. Daar staat Unerstal te dicht op Pleuken Zoello. Die redt dat dan nog net. Fadiga. Laursen. Links.
is de ruimte bij Qualiata. Czerny probeert die paas daaruit te halen. Alsnog de linksachter. Schoofs in één keer door. Prima gespeeld. Qualiata, geen buitenspel. Dan kan hij door. Dan is het Bakis. Dan is het prima gespeeld. En is het een serieuze kans. Waar het meeste balbezit voor Twente is. Is het een goede kans voor Heracles. Want die bal goed naar Qualiata gaat. Op het juiste moment gegeven. En dan Bakis. Goede loopactie. Goede loopactie van de spits. En dat levert dan de mogelijkheid op. Voor de thuisploeg. Bakis. Ja, alsnog. Hansson. Qualiata ook mee. Hansson kan terugleggen naar Qualiata. Die moet scoren. Die doet dat dan niet. En weer een grote kans voor het team van Heracles. Uiteindelijk is het buitenspel. Maar niet voor Qualiata. Misschien voor De La Torre. Het goede werk is van Sinan Bakis. En dan doet Qualiata mee, die komt hier in het midden. En dan was dat toch een serieuze kans voor de linksachter. Smal, Flap, Brunet, Flap voor het schot. Dat is een prima lopende aanval. Met Van Wolfswinkel, Brunet en Flap in de hoofdrollen. Dat zijn in principe ook wel de mensen die je in balbezit wil hebben. Oenestal staat in de hoek waar je de bal mag verwachten. En dan gaat hij de andere kant op. En dan is dat een knappe vrije trap van Qualiata. En dan is het ook een knappe redding van Lars Oenestal. Een knappe vrije trap over de muur. Ik weet niet of hij erin gegaan zou zijn. Nou, Oenestal zet de hand er nog even tegen. Dit is Bukker. Dit is een... Hachelijk avontuur wat hij onderneemt. Brunet krijgt hem niet bij een ploeggenoot. Sadilek. Serouki. Czerny terug. Hilgers. Bukker. Naar de zijkant. Maar wel nog voor Czerny te behappen. Nog strak voor. En dan is hij wel voor Koen Bukker. En is dit de allerlaatste mogelijkheid? Nog één keer die bal in de 16 pompen. De laatste kans voor FC Twente. De laatste kans voor FC Twente. Is dit schot? Is dit schot? Is dit schot? Nou ja, nee. Dan is het afgelopen. En dan eindigt het hier in 1-1. En wordt dit door Heracles Almelo gevierd als een zegen. Kijk dan, wat een vreugde. Begrijpelijk ook de teleurstelling aan de kant van FC Twente.